Hi, welkom terug op mijn kanaal. Misschien moet je er nog helemaal niet aan denken, want op dit moment dat jullie dit kijken is het nog prachtig zomerweer. En mogen we echt nog eventjes genieten. Want binnenkort zullen we er toch echt aan moeten geloven en gaat de herfst natuurlijk best wel een keer beginnen. Dat betekent natuurlijk verandering van kleding. Vaak veranderen beautyrituelen, zoals vaak pas je toch wel een beetje je dag- of nachtverzorging aan. En vaak zie je dus ook dat je andere make-up of andere nagellak gaat dragen, andere lipkleurtjes. Ik ben wel leuk om daar een video over te maken met 5 must-haves voor de herfst. Maar dan een soort van onderverdeeld wel in een paar productjes. Dus 5 soorten zeg maar. En dan laat ik dan soms 1 of meerdere producten van zien. En ik dacht ik kan weer heel veel spullen gaan pakken. Zoals dag, nachtverzorging, bodycare, noem het maar op. Maar dan wordt het weer een hele lange video. Dus ik heb het echt bij make-up gehouden. 5 dingen. En dan soms onderverdeeld die 5 dingetjes in een paar beauty items. Het zijn producten die ik echt met veel liefde heb uitgezocht en die helemaal herfstproof zijn. Dus ben je benieuwd? Dan blijf vooral gezellig kijken. Bij de herfst denk je natuurlijk al gauw aan roodtinten, bordeaux tinten, bruintinten. En dat klopt ook. Hè? Ik associeer dat zelf ook met de herfst. Dat zijn toch wel echt een beetje de klassieke herfstkleuren. Afgelopen herfst en winter zagen we al heel veel bruine lipsticks en lipglosses en dergelijke matte liquid lipsticks. En die zien we daar ook weer heel veel. Dus ik dacht ik ga er daarvan een paar laten zien. En wat ik dus echt een herfsttopper vind, of herfstproef, is deze lipstick van MAC. Dit is MAC Whirl. En die bestaat ook nog niet super lang, misschien al een jaartje of zo, iets korter misschien. Hij was er ooit alleen in een lippensel en toen hebben ze een aantal kleuren uitgebracht. Ook als lipstick, die vast in het assortiment zitten wel onder deze Whirl. En dit is echt een bruine kleur. Ik moet zeggen, ik draag zelf niet echt vaak bruin. Gewoon omdat ik vind dat het mij niet helemaal staat. Maar het is wel een hele mooie herfstkleur zoals je ziet. Een beetje bruin, roodachtig. En deze heeft ook een matte finish. En matte lippen zien we natuurlijk nog, zijn nog een hele grote trend. Dan een echte bruine kleur. Dus niet met een vleugje rood of zo erin. Is deze van NYX. En dit is de NYX Lingerie. In de kleur Honeymoon. En dit is ook zo'n liquid lipstick. Maar die wordt niet super mat. Dit is wel echt bruin. En dat zie je al een tijdje best wel veel. Vind ik ook perfect bij de herfst passen. Het is wel ook een kleurtje. Het moet je wel een beetje staan. Het maakt mij wel wat grauwer. Je ziet hem hier en je ziet dus ook echt dat hier die rode ondertoon in zitten. En dit gewoon echt bruin is. Nou, een echte rode herfstlipstick. Een beetje donkerrode herfstlipstick. Dat is natuurlijk ook echt een must-have. Wat ik een hele mooie vind en echt een must-have. En die heb ik vorige herfst ook ontzettend veel gedragen. Is deze van Dior. En dit is Dior Rouge Dior in nummer 753 Continental. En dit is niet meteen dat hele extreem donkerrode. En dit is ook niet dat hele licht klassiek rode. En dit is een beetje, ook wel een beetje bruinrood. Een beetje zo'n, hoe noem je dat, zo'n steenkleur of zo. Ik weet niet of dat goed zegt, baksteen of zo. En dit is gewoon ook, ja, het is geen matte finish. Ook geen hele glanzende, een beetje ertussenin, een beetje creamy. Hier zit die. Het zijn dure lipsticks, maar het zijn wel hele fijne, mooie, luxe lipsticks. En je voelt ook gewoon dat ze heel goed je lippen verzorgen. En wat mij betreft is dit ook echt een must-have kleurtje voor de herfst. Hou je nou van heel erg fanpie met de herfst, dan kan je natuurlijk nog voor veel donkerder gaan. Wat ik een mooi voorbeeld vind en ook wel een must-have is deze gloss van Gerard Cosmetics in de kleur Seduction. En dit is zo'n donker bordeauxrode kleur, bruin bordeauxrood, dat die in bepaald licht nou een beetje naar het zwarte gaat, niet echt tot zwarte. En deze zijn heel gepigmenteerd. En volgens mij heb ik vorig jaar ook een soortgelijke video gemaakt. Dan heb ik deze daarin ook laten zien. Maar hij is wel heel glanzend. En ik vind het zo'n mooie kleur. En hij staat bijvoorbeeld ook heel erg mooi over die lipstick van Dior. Om het een beetje te mixen. Maar je kan hem ook heel goed zo dragen omdat hij zo dekkend is. Daarnaast deze typische herfstkleurtjes zijn metallic lips ook echt een hele grote trend. Kylie Jenner heeft bijvoorbeeld een aantal, ze heeft de gewone lipkits, maar ze heeft ook een aantal metallic gloss-achtig product uitgebracht die best wel een hype zijn. En je ziet ook steeds meer merken met echte metallic lipproducten uitkomen. Deze is momenteel ook heel erg hip en ik vind het een hele mooie kleur. Deze is van, ik weet niet of ik het zo goed uitspreek, Jouer Cosmetics. In ieder geval in de kleur Skinny Dip en die zie je nou heel veel ook op Instagram, op YouTube. En ik heb deze dus ook en dit is echt helemaal super metallic. En ja, ik weet niet wat ik eigenlijk mooi vind. Metallic of glanzend. Ik hou echt wel een beetje van de afwisseling. De ene dag hou ik van gewoon glanzend, dan metallic en dan weer mat. Maar deze heeft een hele mooie gouden glans. En dit is wel echt zo'n liptopper. Kijk hoe die glanst. Die vind ik het mooiste tot z'n recht komt over een lipstick of over een andere gloss, om hem dan een beetje te mengen en echt ja, je lipstick mee af te toppen. Qua oogschaduws merk ik ook wel vaak aan mezelf dat ik graag wat ja, echt typische herfstkleurtjes erbij pak. En ja, een heel goed voorbeeld daarvan, en ik ben hier echt obsessief door, dit is zo'n geweldig palet, is dit palet van Anastasia. Dit is het Modern Renaissance palet en deze heeft allemaal hele mooie herfstkleuren zoals je ziet. Beetje fuchsia, bruin, oranje tinten, bruin-rode tinten. Is het eigenlijk wel voor ieder wat wil. Is een matte finish, shimmer. Heel mooi, heel veelzijdig palet. Goede pigmentatie. En wat ook een heel mooi paletje is voor de herfst, is dit doosje van Chanel uit de huidige nieuwe herfstcollectie. En dit is ja, de bekende kwad in de kleur Candeur et Expérience nummer 268. En dit doosje heeft alleen maar matte tinten zoals je ziet in het bruin en één echte mooie, ook weer zo'n rood tint. Helemaal herfst. Dit doosje schreeuwt gewoon echt herfst. Ik vind het heel mooi. Ik heb hier al een look mee gemaakt. Is gewoon echt heel mooi. En op mijn arm dacht ik tijdens het swatchen van, nou, de pigmentatie valt een beetje tegen. Het is natuurlijk altijd wel lastig met matte oogschaduws. Die zijn altijd minder intens. Ik weet niet wat het is, maar iedere keer als ik film, vaak met de lamp aan, dan... Het lijkt of dat wat extra stof of zo aantrekt. En dan krijg ik zo'n niesbuien. Dat had ik net dus weer. Volgens mij had ik dat een paar video's terug ook. Het is gewoon heel vervelend als je zit te filmen. In ieder geval was ik dus bij dit paletje gebleven. En ja, de hele herfstcollectie van Chanel staat helemaal sowieso in het teken van rood. En dan als laatste nagellakjes. Nou ja, hè, komen we ook weer bij een beetje donkere, warme kleuren. Bordeaux, een beetje plumkleurtjes. Wat ik een heel mooi en echt een herfstproefkleurtje vind. Vind ik deze van Dior. En dit is ook uit de nieuwe collectie. Niet de herfstcollectie van Dior. Maar dit is een aparte collectie met nieuwe lipsticks. En ik dacht 4 lakjes zo uit mijn hoofd. En dit is nummer 977 Première. En dit is een heel mooi paars plum vleugje bordeaux lijkt erin te zitten. Ja, ik vind het een hele mooie kleur. Ik had hem op willen doen voor deze video. Maar het is me niet meer gelukt. Maar ik vind hem wel helemaal geschikt voor de herfst. En dan als allerlaatste, en dan kom ik een beetje in die metallic trend, want je ziet nou natuurlijk heel veel op Instagram metallic nails, hè, met die poeder over ja, de gel zeg maar. En dat wrijven ze dan zo met een borsteltje erop en dan krijg je echt van die ultra glanzende spiegelnagels. Dat is natuurlijk niet met een nagellak aan te tippen, maar mocht je dat niet willen of dat het bij jou in de buurt gewoon niet, ja, dat je het niet kan laten doen zeg maar, want nog lang niet iedere salon werkt daarmee. Dan is metallic namelijk natuurlijk een goed alternatief. Wat ik echt een topper vind voor de herfst is dit lakje van Sally Hansen, de Colorfoil. Daar krijg je ook echt het spiegeltjeseffect mee. Echt dat mooie chroom spiegelende effect. En dit is de kleur 440 Titanium Flush. Zij zijn wel lastig aan te komen, deze lakjes. Sowieso kan je ze wel krijgen via eBay. En dan kosten ze ook niet superveel. Deze kleur is wel lastig te omschrijven. Het is niet echt rosé. Het is ook niet echt roze of paars. Maar eigenlijk een beetje een soort... ja, mengeling daarvan, van die kleuren, en geeft een heel mooi effect op de nagels. En dit waren ze dan mijn herfst must-have producten qua make-up. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Misschien heb je zo'n beetje ideetjes opgedaan voor de herfst. En ja, vond je dit een leuke video? Doe dan het blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dankjewel daarvoor. Ik ben ook benieuwd of jij ook altijd wel switcht van producten in de herfst, hè, als het seizoen een beetje verandert. Of ook bijvoorbeeld jouw hele dag- of nachtverzorging daarmee verandert. Ik ben er gewoon heel benieuwd naar. Laat het me weten hieronder in de comments of ga even naar mijn website glamouristagirl.nl. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Geniet nog van het heerlijke warme weer. En dan zie ik jullie natuurlijk heel snel weer in de volgende video.